Als jij goedkope Ultimate Team Coins wil halen van een betrouwbare website die snel levert, ga naar de igsky.com en gebruik de code HART5 voor 5% korting. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Missie Mark. Dit is een korte en ik weet dat ik er haat voor gekregen. En sorry in advance, ik heb het ook al gezegd op Twitter. Als jullie mij op Twitter volgen, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren in deze aflevering. En alles gebeurt heel kort. Ik wil niet hypocriet zijn, dus mijn goals wordt niet heel lang laten zien. Die van mijn tegenstander ook niet. Op het moment van opnemen ben ik redelijk gekalmeerd. Ik ben de rust zelf weer redelijk, tussen aanhalingstekens. Maar deze FIFA-sessie is een van de meest frustrerende dingen ooit. En ik heb al meermaals gezegd dat ik divisies haat. En dan denk je, waarom speel je dan divisies? Als je nieuw bent en je hebt nog niet heel lang de serie gekeken, dan heb je mogelijk gemist dat ik de Gouden Cup niet meer kon doen. Omdat ik de finale had gehaald, maar volgens FIFA zat ik nog in de halve finale, volgens het schema in de finale. Met als gevolg dat ik constant een error kreeg als ik een match probeerde te zoeken in die finale. Waardoor ik daar dus al een tijdje op vast zit. Nou heb ik dat EA getweet, ik ging naar de helpdesk. De helpdesk zei mij notabene, ga naar de forums. Want ik kan je niet helpen, wat ik wel waardeloos genoeg vond. Maar goed, ik kan dat dus niet doen. Dus ik ging maar divisies doen. Nou, ik begon redelijk goed aan divisie 2. Het begon best wel decent. Maar nu weet ik weer waarom ik divisies haat. Het zijn namelijk de meest zweterige mensen die er zijn. Nou begrijp ik zweterigheid volledig in bekers bijvoorbeeld, weet je wel. Of als er iets op het spel staat, zoals de beker. En weet je wel, directe knockout systemen. Maar als je divisie speelt, en je hebt vooral de spelers om goed te presteren. En je gaat dan sweaten. Dan ben ik niet echt fan van hoe je speelt, laten we het zo zeggen. Dus daarom gaan de wedstrijden zo snel. En ik weet dat mensen boos om worden en denken, joh, leer eens tegen je verlies kunnen. Ja, ik kan slecht tegen mijn verlies. En ja... Ik overdrijf misschien een beetje, maar weet je wat het is? En heel veel mensen kunnen gelukkig ook in mij verplaatsen op Twitter, dat scheelt ook. Het is gewoon frustrerend als je al merkt dat FIFA me al vaak genoeg naait. In de zin van, hoe met bijvoorbeeld de Gouden Beker, weet je wel, of disconnects. Weet je, het zijn kleine dingen, maar die je op een gegeven moment zo erg gaan frustreren. Kijk, qua packluck naaien ze me niet, dat weten we onderhand allemaal. Maar er zijn van die dingen waarvan ik denk, als mensen gaan afleggen bijvoorbeeld, weet je wel, terwijl ze al 4-1 voorstaan en ik een man minder heb, dan denk ik van, ja, weet je, waar gaat het leven nog om? Want dan gaan we hier wel door. Hier score ik trouwens eindelijk eens. Ik ben echt mokerslecht ook. Het vervelende aan de visies is denk ik vooral, in achteraf gezien, dat ik gewoon minder kwaliteit heb. Want ik zie teams met Aguero, second in from Sanchez, wat geweldige spelers zijn natuurlijk, maar daar kom ik aan en mijn team is daar simpelweg niet goed genoeg voor, weet je. Ik word gewoon letterlijk kapot gemaakt daardoor, dus dit is gewoon, divisies is een kansloze missie met het materiaal dat ik heb. Daar win je gewoon bekers mee, heel veel. Maar je wint er geen divisie 2 of 1 mee, mogelijk 2 als je wat meer geluk hebt. Maar goed, ik speelde deze game, ik had nog één game zeg maar om degradatie te ontlopen. En EA naaide me, de grootste naaistreek mogelijk tot nu toe. De laatste game die ik had om degradatie te ontlopen, het was een goede game tot dat moment, ik had het gevoel dat ik gelijk ging spelen of zou winnen. Maar ik word eruit gekikt. Althans, ik word er niet uitgekikt, ik word gewoon genaaid. Ik mag de laatste game niet spelen en nu zit ik weer in divisie 3. Wat ik op zich niet erg vind, want ik ga geen divisie spelen. Ik bedenk wel iets, misschien singles matches, misschien doe ik even niks en bedenk ik andere content. Ik stop hier niet mee, maar ik ga iets bedenken, want divisies kan ik niet meer aan. In ieder geval, ik hou van jullie support, dank jullie wel voor het kijken, like als je genoot en ik zie jullie later. Doei!